We gaan de boel inladen en we gaan aan de bak. Als zijn gasten door corona niet meer naar zijn restaurant kunnen komen, dan brengt Dave het restaurant wel naar zijn gasten toe. Oh, rijden maar. We gaan de straat in en daar gaan we gewoon koken. Koken op wielen om precies te zijn, in deze caravan uit 1976. De kosten die lopen op, de rekeningen stapelen zich op, dus er moet verdiend worden. Dus we dachten, nou, we gaan iets bedenken. En zelfs in die kleine caravan maakt Dave met zijn collega's de vertrouwde recepten die hij zijn klanten ook in het restaurant voorschotelde. Het enige wat ze moeten doen is de tafeldekken bestek neerleggen. En voor de rest aan een flesje wijn open trekken misschien. En verder hoeven ze niks te doen. De teentjes zijn iets volgegaard. Vooraf geven de klanten hun bestelling door. En daarna wordt het eten op echt servies voor de deur afgeleverd. Kijk, we kunnen natuurlijk al het eten keurig in een plastic bakje verpakken en met een brommetje langskomen brengen. Maar dat is niet leuk. Het is veel leuker als je het in de straat doet. We willen eigenlijk gewoon doen wat we altijd deden. Dat was gewoon restaurantje spelen. En, dus dat zijn we nog steeds aan het doen. Ja, mayootjes. Zo. Toch is de kleine caravan slechts een doekje voor het bloeden. Dave is door zijn keuken op wielen namelijk nog niet uit de corona-ellende. We hebben in ieder geval weer wat geld op de bank na afloop van zo'n avond. En daar kunnen de kleine rekeningetjes van betaald worden. En, maar echt de grote bedragen, en dan praat ik over de huur en de energie, dat wordt even lastig. Je moet om 6 uur een pot mosterd erop. Om toch bezig te blijven zullen Dave en zijn caravan voorlopig nog rond Bussum te vinden zijn. Het is iedere keer een andere plek, iedere keer weer nieuwe mensen. Ze zijn altijd enthousiast en vrolijk. Ja, dus het is altijd een feestje.